Ja, dames en heren, voordat wij straks naar de dames gaan kijken, sta ik hier met een hele trotse en blije coach. Mag ik ervan uitgaan? Joachim, jullie zijn net gekwalificeerd voor de halve finale beker. Hoe voel je? Ja, fantastisch natuurlijk. Goed resultaat. Twee goede wedstrijden neergelegd met gisteren een grote uitschieter. Waarbij het team echt fantastisch heeft gespeeld. En vandaag trek je me ook over de streep. Dus ja, super. Ik zei tegen Bart net op de livestream dat het mooi is om te zien hoe de jongens zich weer doorontwikkelen en hoe jullie daarmee bezig zijn. Vooral een compliment gaven wij naar de groep dat ze gisteren zonder jou die wedstrijd hebben gewonnen. Ik weet uit ervaring hoe vervelend dat is als je op die kant staat. Heb jij je nagels nog of zijn ze allemaal afgebeten? Nou, ik moet zeggen dat ze het zo goed deden dat de eerste 3 minuten dat was nog nagelbijten, maar daarna was het gewoon klaar. En hebben ze dat zelf als groep heel goed opgepakt. En dan zie je gewoon dat ze uiteindelijk zo'n fantastisch resultaat neerzetten. Ja, daar kon ik weinig meer aan toevoegen. Dus. Ja, dan hoef je niet heel veel meer te zeggen natuurlijk. Dan is het lekker dat je hem vandaag nog even lekker in het slot gooit. Ook vandaag gewoon weer gewonnen. Als je heel kort even de wedstrijd van vandaag moet samenvatten. Nou, het was wat stroperiger na gisteren. Kijk, en dan is het ook wel lastig om je goed te motiveren. Dat hebben de jongens wel goed opgepakt. Uiteindelijk win je met 10-9, waarbij je wat minder goed bent in het kansen afmaken. Maar waarbij je wel weer vanuit het collectief ervoor zorgt dat je hem over de streep trekt. Dus dat is gewoon goed. Ja, gewoon een lekker resultaat kan je mee in je zak nemen en dan weer doorstoten, Joachim. Van harte gefeliciteerd en heel veel succes. Dank je.